Guus, gefeliciteerd. Mooie 0-3 overwinning hier in Sittard. Hoe was de sfeer in de kleedkamers juist? Opgelucht, maar ook blij natuurlijk. Ik bedoel, als asset zijn, dan hoor je niet op plek 7 te staan. En die 3 punten gaan ons weer helpen om naar boven te kijken. Wat hebben jullie nou goed gedaan deze wedstrijd als team? Ik denk dat het een wedstrijd was vol strijd. Het veld hielp natuurlijk ook niet mee. Veel uitglijden, veel bikkelen. En ja, wij gingen beter om met de kansen dan zij. En daarom is het 0-3 geworden. Ik denk dat zij de tweede helft heel aanvallend speelden, waardoor wij eruit kwamen in de counter. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Jij zegt al 0-3, 3 mooie goals. Maar de allermooiste kwam voor jou, denk ik, vanavond. Ja. Ik vond de fijne Dries ook wel mooi. Maar die van jou ging wel heel lekker in. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Wat doet zo'n goal nou met jou? Geeft dat u even wat extra vertrouwen? Ja, tuurlijk. Ik denk dat deze wedstrijd sowieso wel vertrouwen geeft. Ik denk dat ik best wel een oké wedstrijd speelde. En, ja. Maar jou persoonlijk? Ja, er is natuurlijk genoeg over gezegd en geschreven. Dus natuurlijk geeft dat vertrouwen. Ik bedoel, ik ben ook geen stomkop. Ik weet wat er speelt. Ik weet wat mensen van me zeggen. En dan is het gewoon lekker als je in zo'n fase dat het even minder gaat, je team kan helpen. Mooie 0-3 overwinning hier. Hoe kijk jij naar het restant van het seizoen? Wat er nog gaat komen, bedoel je? Ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen, toch? Dat moet nog komen. Ik heb geen glazen bol. Ja. Maar hebben jullie nog een doelstelling daarin gesteld of iets dergelijks? Ja, tuurlijk. Plek 1, 2 en 3 zijn wel ver uit zicht nu, maar we willen wel voor 4 gaan. 100%. En daar helpt zo'n wedstrijd wel bij, natuurlijk. En de beker natuurlijk. Ik bedoel, daar moeten we vol voor gaan. Zoals de afgelopen 2 jaar. En nu winnen hopelijk.